President Desi Bouterse heeft gisteren tijdens zijn revidentietoespraak zich gefocust op het brengen van ontwikkeling voor Kommerwijnen. De viering van 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid is groots gevierd te Tamaridjo, Kommerwijnen. Het staatshoofd riep het publiek op zich niet blind te staren op doemdenkers, maar te vertrouwen op de regering. Hij gaf als voorbeeld de vele kritieken toen de regering Weidenbosch in 1997 een brug zou bouwen over de Suriname rivier. Die brug is uiteindelijk gekomen en heeft de ontwikkeling in het voormalige landbouwdistrict versneld. Bouterse kondigde ook aan een verbetering van de ontsluiting van Kommerwijnen. Er zal bij Kommetewane een nieuwe weg worden aangelegd die aansluit op de brug over de Suriname rivier bij de oude Kaimangrasi mijn van de Suralco. Misaptak abroci ewero ede. Abroki averker. En we hebben nu een studie om hier achter Tamaridjo een weg aan te leggen naar de Holpark Saego na Kaimangrasi Peuka Abra Community Highway. Ude bezig, het is een afstand van 8 kilometer maar. Wij zijn bezig met het volk en we laten ons niet afleiden. Mensen hebben geprobeerd om jullie op straat te brengen, het is ze niet ge. Mensen hebben geprobeerd jullie alles plat te laten leggen, het is ze niet ge. President Bouterse gaf verder aan dat Kommerwijnen genoeg potentie heeft om zich te ontwikkelen. Het is de wens van de regering dat verschillende regio's in ons land worden verzelfstandigd. Dit kan als de productie wordt aangepakt, meent het staatshoofd. Zo noemde hij voor Kommerwijnen bloemen- en fruitteelt en toerisme. Maar, zegt hij, we zullen moeten aanpakken. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen van Kommerwijnen, wij moeten gezamenlijk aanpakken. Wij moeten gezamenlijk aanpakken om dit land tot grote hoogte te leiden. En laten we ons niet laten misleiden door domme mensen. Die de meneer dat was zeer telesuur. De ene gekheid wordt verkondigd, zelfs in het hoogste college van staat, was zeer telesuur. Is onvoorstelbaar. Nafsorio dat de mannen aan oru denken, nou wanneer met die positieve passie voor ontwikkeling. A passie voor ontwikkeling staat oesla in vanaf 1980. A passie voor ontwikkeling per productie moest komen. A passie voor ontwikkeling per infrastructuur moest komen. U abi want de moro mooi infrastructureel passie naar Eastern. Aldus president Desi Bouterse gisteren tijdens de revidentietoespraak in het stadion van de Tamaridjo Sportbond. Het staatshoofd beloofde tenslotte dat voor eind 2017 het drinkwaterprobleem van Kommerwijnen definitief zal zijn opgelost.